Wij hebben een woningportefeuille van 50.000 eenheden. En traditioneel deden we altijd alles zelf. Om dat helemaal allemaal zelf te blijven doen, werkt het toch niet efficiënt. Vaak zijn de marktpartijen hebben andere kennis en andere kunde in huis dan wij die hebben. Ja, wij geloven zeg maar in de markt. We geloven in het marktdenken. Alleen het is wel een helft job om zover het hele traject goed inhoud te geven. En we willen daar heel graag in geholpen worden. Dus dat we met elkaar stappen kunnen zetten om die ketensamenwerking verder van de grond te krijgen. De samenwerking tussen de drie onderhoudsregisseurs en Stadlanden was in 2018 al in volle gang. Wij zijn binnengehaald om de klanttevredenheid op een hoger niveau te brengen en de ketensamenwerking te optimaliseren. Je kunt het eigenlijk kort en bondig samenvatten. De klanttevredenheid is omhoog, de EDES-ranking is omhoog. Terwijl we tegelijkertijd erin geslaagd zijn nog een stuk kostenreductie door te voeren. Dus dat is eigenlijk alleen maar een plezierige situatie en win-win voor iedereen. Nou, het was gewoon heel erg nodig om al die partijen op een goede manier bij elkaar te brengen. Zodat er een meer horizontale samenwerking zou ontstaan. Waarbij alle partijen eigenlijk op dezelfde manier aan het werk gingen. En in het belang van Stadlander gingen denken. En in het belang voornamelijk van de huurder aan het werk gingen. Het belangrijkste effect wat ik zie, dat ze meer met elkaar gaan praten. Meer het wij-gevoel. Wij gaan samen naar de huurder. Ik vind het belangrijkste daarvan wel, op het moment dat we weggaan, kan ik nog iets voor u doen? En dat wil niet zeggen dat we allerlei extra werk gaan doen, gevraagd en ongevraagd. Maar even behulpzaam zijn. En dat zie ik terug bij de vakmannen, dat ze het ook echt leuk vinden om dat aan te mogen bieden. Ze hebben een spiegel voorgehouden van nou, je stapt bij de huurder binnen. Wat ga je zeggen? Wat ga je doen? Hoe gedraag je je? Maar ook wat, hoe ziet een huurder jou? Wat verlangt hij van je? Dus die huurder die heeft gewoon een betere dienstverlening tot zijn beschikking gekregen. En dat is in feite denk ik een van de pijlers van dit succes. P5Com heeft laten zien dat ze eigenlijk heel gemakkelijk in de organisatie bewegen. Vanaf het begin zijn ze eigenlijk ook gewoon binnengekomen, tussen de collega's gaan zitten. Ook geprobeerd om snel duidelijk te krijgen hoe alle processen lopen in huis. We kwamen echt van een huurder tevredenheid van 6,5. Nou, 7 waren we helemaal blij. En nu schommelen we al binnen een jaar of 3 altijd zo rond de 8. P5Com is wat mij betreft niet een urenfabriek. Zij zijn altijd transparant. Ik heb nooit het gevoel gehad van we gaan een traject uitbreiden of groter maken of wat dan ook. Maar ik vind ook de kwaliteit. De kwaliteit van de mensen die ons begeleiden, dat zijn allemaal mensen met passie. Ja, het heeft een direct rendement opgeleverd van klanttevredenheid. En daar doen we het voor. De huurder centraal.